Hallo mensen van Dutch Minecraft The Games. Ik hoop dat het geluid goed staat, want het zou heel kut zijn als dat zo is. Maar daar ben ik met een nieuwe shooting games. Het was gevraagd bij mijn vlog, iemand vroeg Titanfall, ja en dat valt aan de shooting games. Dus dat doe ik hier even om 7 uur 's ochtends. En waarom 7 uur 's ochtends? Nou eigenlijk ga ik morgen soort van op vakantie, ik ga maar half mee, want mijn vader en mijn zus zijn al langer weg. Sinds eergisteren, nee maandag, het is nou woensdag. En ja, ik moest dus 10 uur opstaan en ik was de hele nacht alleen thuis. Dus ik dacht, dat gaat toch al laat worden. En toen was het laat en ja, dacht ik, nope, ik ga niet meer slapen. En nu is het 7 uur. En dus deze video ga ik nu snel maken en dan snel editen en renderen en uploaden. En dan inplannen en dan komt hij gewoon donderdag online wanneer ik dus weg zou zijn. Ik hoop dat hij dat stuk van net goed heeft opgenomen. Want, oh ja, ik zat in het laatste scherm. Ik hoop echt dat hij niet te hard staat voor jullie. Anders moet ik maar gewoon een beetje schreeuwen om 7 uur. Ik ben toch alleen thuis. Dus waarom niet? Oh, en dit is trouwens een nieuwe game mode. Normaal deed ik echt Team Deathmatch. Ah, Fred begint gelijk met Klo. Kut, hij had ook hetzelfde als wat ik had. Ik zet mijn headset wel even iets zachter. Maar dit is een nieuwe game mode, een die tijdelijk is. Fraps, hou op, want ik heb net al een potje deze game mode gespeeld. Omdat ik wel gewoon een nieuw potje wou spelen, gewoon daar meteen mee wou beginnen. Maar wat het dus is, het is geen Team Deathmatch wat ik normaal altijd... Kom op, ah kut, we kunnen hem niet meer lokken. Ah, die andere man pakt ons misschien. Die man zit daar gewoon in het huisje te campen, daarom... F. Oh. Ja, ik ben even de controls vergeten. Ik heb het lang niet meer gespeeld. Maar in ieder geval, dit is dus een game mode. Misschien begrijpen sommigen het al. Maar er wordt gewoon één iemand gemarkt. Oh. Oh, enemy. Kill. Er wordt dus één enemy wordt gemarkt. En één friendly wordt gemarkt. En als je hem killt, krijg je meer punten. En ja, en je moet 10 marks killen en dan heeft je team gewonnen. Kijk. Als wij hun mark eerst hebben kunnen... kut, fraps, irritant. Spijt me van de lag, dat ligt aan het opnameprogramma. Die kan wel eens irriteren, ik heb weer een kill. Ik schoot al. En ik gebruik natuurlijk mijn smart pistol. Daar moet ik op pilots moet ik 3 keer lokken. Dan is diegene pas dood. En op alle, zeg maar de soort minions, moet ik gewoon 1 keer lokken. En dan zijn ze, oh shit. Oh, die hoort bij ons. Maar ik kan, oh, ik kan bijna mijn Titan. Dat is wel nice. We hebben die nodig. 3. Ik kan ook mijn Titan, maar ik denk dat... Ah, kut. Hij zit in die Titan. Kaas. Kut, ja, ik dacht al. Ik kan hem niet meer lokken. Dus ik probeerde mijn best nog te doen. Oké, okay, Titan. Hier, je kom. Waar komt hij? Hier komt hij. Grabs, ga alsjeblieft naar aan doen. Ik heb hiervoor een potje gespeeld, lagloos. Alleen, ja, nu ga ik opnemen en... Ja. Daar heb je het al, ik ga opnemen. Spijt me dus als jullie last hebben van die spikes. Ik heb er ook last van. Wat? Markt op mij? Oh kut, ik ben gemarkt. Gelukkig zit ik in mijn Titanic eigenlijk dubbele levens. You are marked for dead. Zeker nou, survived. Oké, okay, ik heb survive punten. Oh, nee. Oké, okay, Fraps, please. Yes, hun mark is dood. Dus ik heb het overleefd. Oké, okay, dat was een hele erg lag spike net wel even. Ik weet niet waarom. Kijk, vervelend. Heel vervelend. Maar we gaan alsnog ons best doen. Oh, die is al dood. Oh, dat is een enemy. Ah, dit is ook een enemy. Waar is hij?
Oh kut, er zit iemand op me. Ik heb een keer trouwens gehad, ik was even aan het focussen op de game. Dat die mensen dan die springen vaak uit. Oké, ik ga naar hem toe. Come on. 3. Gooi. Gooi en. Schiet erop. En dekking. En spikes en aids. Ik heb trouwens een. Ja, nu ben ik ook gelijk vergeten wat ik wil vertellen. Damn. Zoveel spikes. Al is het geen zwaar spel, maar... Misschien doen we mijn facecam en alles. Nee, want dan kan ik Battlefield ook gewoon... Oh kut, we gaan dood, ja. Dan kan ik Battlefield en alles ook gewoon aan zonder spikes. Ik weet niet, het is weer eens aan het fucken wanneer ik wil opnemen. Het potje hiervoor niet, maar... Maar ja, dood, stomme specter. Het zijn robotjes. Nailed it. Bam. Kom op, oh shit. Like, what the fuck, een explosietje, kom op, hé. Kut, hoe dat zei ik dit. Kijk, zag je die man vliegen? Zo een heb ik een keer geraakt, dat wou ik vertellen. Oh shit. Run, Jesse, run! Mark, face mark, bitch. Kut. Titan. Maar het spijt me heel erg van die spikes. Ik weet weer eigenlijk niet hoe het komt. Ja, door Fraps. Waarschijnlijk mijn opneemprogramma. Dat het soms doet. En soms echt. Compleet. Alles verneukt wat ik wil bereiken in mijn leven. Ik hou van mijn smart pistol trouwens. Misschien... Nee, het komt niet dat mijn computer lang aan staat. Dan kon ik het net ook niet spelen. Ik heb één van deze potjes geprobeerd omdat dat gewoon niet het begin was. En dat is natuurlijk minder leuk als je dat ziet. Ja, die man is dood. Huppatee, Titan gesloopt. En huppatee, lek spikeje. Alsof ik er zin in heb, zo lijkt die lag spike. Boom. Oh shit. Ik ga voor de mark. Nee, het staat gelijk. Damn. Kut Titan. Ah nee, niet ik de mark. In de Titan. Dat is onze... Oh, hun mark is al dood. Nice. Oh nee, wel een of andere klootzak zit achter me aan. Ja, hij is gemarkt. Ik ga er gewoon voor. Oké, hij heeft al een beetje damage. Bijna niks, maar hij heeft damage. Come on. Hallo, geef die Titan op zijn kop. Oké, dat ding is stuk. Oh nice, ze hebben met de lucht. Oh nee, ze hebben ons gekillt.
Ja, die hack is niet aankomen. Bedankt, Fred, dat je even meewerkt in dit hectische gevecht. Oh, ik had hem ook. Doe ik goed. En die marks voor mij, jongens. Hup, hup. Had ik hem? Had ik hem? Nee. Ik werd gekillstil, maar ik maakte wel een kill. Doe ik dan weer goed. Oh nee, ik ben de next target. En als ik dit verneuk, hebben we kans op verliezen. Als ik dit win, hebben we gewonnen. Cloak. Nee, ik ben dood. Ik ben zwaar dood. Ik ben dood. Halleluja. Victory. Ik heb gewoon ontsnapt, jongen. En het was gelukkig een korte opname, want ik werd een beetje ziek van die lag spikes. Om geen reden. Oh ja, ze kunnen nog ontsnappen. Dat was nog niet de video, mensen. We moeten enemies... Ah, daar liep er een. Daar liep een... Ah, kut. Ja, ik dacht al. Hij had de shotgun. Ja, maar ik ben dood. We gaan... Ja, sommigen zijn ontsnapt. Sommigen zullen nog rondlopen. Jammer van de lag spikes. Heel jammer. Ik vond het een beetje zuur. Want jullie zien, grafisch is dit spel niet het beste spel ooit. Oh, nu komt een vliegtuig pas. Holy shit. Nou, pak ze, jongens. Ja, daar is al één in. Twee. Het vliegtuig kan trouwens wel stuk. Maar je krijgt meer XP als je ermee ontsnapt. Ik vind het wel op zich wel realistisch als je verloren hebt. Dat je moet ontsnappen dan. Die zijn er ontsnapt van de meer. Zes, volgens mij. Ik vond het echt jammer van de spikes. Ik snapte niet waarom. Ik snapte niet waarom dat gebeurde. Hey, ik sta tweede. Nu ben ik alleen mijn score kwijt. Want ik wil nog even kijken wat ik had. Volgens mij heb ik drie targets gekilled. Of drie. Ik weet niet meer precies. We kunnen het nu volgens mij gewoon bekijken. Of niet. Personal stats. Nee. Last game summary. Oké, ja. Ja, hier. Nou, marks killed. 1 mark gekillt. Marks outladed. Dat is volgens mij als ik overleefd heb als mark. Of gewoon een mark mee geweest. Weet ik niet. 6 pilots gekillt. Dat is gemiddeld gezien best hoog. 5 titans gekillt. Dat is gemiddeld gezien best wel hoog. Even hoog als de bovenste. En dan 8 keer dood. Dat is op zich lare, maar... Mwah. Maar toch, hopelijk hebben jullie genoten van de video. Het spijt me echt voor de lag spikes. Het komt waarschijnlijk door het opnameprogramma. Ik heb nog geen betere gevonden. Misschien ga ik dat wel doen. Ik hoop dat jullie toch genoten hebben. Doe dan even een blauw duimpje omhoog op deze video. Abonneer op Dutch Minecrafter Games. En dan zie ik jullie de volgende keer wel weer. Dus doei!